Goedenavond. Welkom. Wat een enorme, enorme opkomst. Leuk. Mijn naam is Evanne Nowak en ik mag uw moderator zijn vanavond bij dit programma, wat ter gelegenheid van de boekpresentatie van twee grote trekvogelbiologen van ons land gaan presenteren. De ontsnapping van de natuur. Een nieuwe kijk op kennis. Het zal vandaag gaan over de brede rijkwijde van de natuur. Het gaat over biologie, over DNA, over zeepaardjes en trekvogels. Het zal gaan over de Holocaust, over kankeronderzoek. We gaan alle kanten op. En dat is ook een beetje wat in dat boek gebeurt. En de rode draad is hoe we omgaan met kennis. Wat kunnen we kennen? Hoe kunnen we kennen? Is een vraag even belangrijk als een antwoord? Wie bepaalt welke kennis van waarde is en hoe groot die waarde is? Kunnen alleen mensen die waarde bepalen of ook dieren? Het zijn heel veel vragen. En ik mag u zo langs al die vragen een beetje proberen u daarbij te houden. Ik ben heel benieuwd wie van u komt hier omdat u door het woord natuur bent aangetrokken. Dus door het eerste gedeelte van de titel. Ja, hand omhoog. Natuur, ja, ook, ja. Of bent u meer van een nieuwe kijk op kennis? Dus u heeft zin in een beetje wetenschapsfilosofie. Nou, leuk. Leuk. Het wordt een best wel pittige denkoefening vanavond. We gaan denken met en spreken met Trudy de Hu, de wetenschapsfilosoof. Antropoloog Amade Mtjarek. Historica Hinke Piersma en filosoof en natuurbeschermer Johan van der Gronden. Geen punt, u laat eigenlijk gewoon gelijk zien waarom huishoudelijke mededelingen belangrijk zijn. Zet uw telefoon uit. De avond duurt tot ongeveer 9:30. U kunt daarna een boek kopen en laten signeren. Sorry, 9:30. Ja. Er is geen pauze. We gaan aan de slag. En ik wil eigenlijk allereerst even de twee mannen naar voren roepen waarom deze avond hier is. Thomas Oudman en Teunis Piersma, kom erbij. Pak een microfoon. Ja, want jullie willen natuurlijk niet al je hele boek gaan verklappen. Want de bedoeling is dat mensen dat gaan lezen vanavond. Maar we willen wel graag, even weten van wie zijn jullie? Hoe kennen jullie elkaar? En hoe zijn jullie tot dit boek gekomen? Ja, zal ik beginnen? Ja. Wie ben je eigenlijk? Ja, wie, ja. Ik ben gepromoveerd bij Teunis nu een jaar geleden. We leerden elkaar kennen. De eerste keer dat ik jou zag, was ik voor mijn master. Gaf ik een praatje in Groningen. En toen heb je een paar woorden tot mij gericht. Het ging over ganzen en migratiepatronen van ganzen. En na afloop van het praatje liep jij de zaal uit langs mij en zei je: beetje kleine N, hè? Dus ik had te weinig metingen gedaan. Zo ontdek ik iedere keer weer wat over Thomas. Het is fijn. En de tweede keer jullie allebei de microfoon zo een beetje zo aan je lippen kleven. Want dan hoort iedereen het. Ja. De tweede keer was tijdens een sollicitatiegesprek, denk ik, voor het NIOS. En daar ging ook iets mis. NIOS is het Nederlands. Ja, toen was Thomas eigenlijk de man die ik niet wil hebben. Dus, maar gelukkig werd ik overruled. Ik heb zelfs te horen gekregen, Teunis, dat je vond dat ik gek uit mijn ogen keek. Ja. Dus dat zijn al twee fouten. Het zijn al twee fouten die ik gemaakt heb. Maar gelukkig werden we overroeld door Jan van Gils. Die koos Thomas en ik zei van, laten we die bom aannemen, die rollend bom. Die zit ook in de zaal, die hebben we later ook. Is ook promovendus geworden. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar toen zijn we naar elkaar toegegroeid. Daar komt het eigenlijk op neer. En het verhaal van het boek is een beetje dat ik werd verleid door Frits van der Meijen, onze uitgever, om een boek met Atheneum te maken. Ja, dat heeft dan weer een achtergrond natuurlijk. En toen, dat was een soort lange termijn gedachte in mijn hoofd. En toen schreef Thomas op een onbewaakt ogenblik, althans voor mij onbewaakt ogenblik, schreef hij een verhaal in de Correspondent, wat eigenlijk precies ging over waar mijn boek over zou moeten gaan.
En dat was zo verrekte goed, vond ik. En wat voor een artikel was dat? Nou, dat was een stuk waarom evolutie meer is dan genen. Dus eigenlijk is het boek ook, de ideeën voor het boek zijn daar begonnen, ja. En toen dacht ik van, nou, dan moet hij het boek maar maken. Want hij schrijft veel beter dan ik. En dat is ook zo. Want toen zijn we dat samen gaan doen. En dat was een feest. En wat is nou de kernvraag voor jullie onderzoek voor het boek? Zeg maar, wat hebben jullie geprobeerd bloot te leggen? Nou ja, toch een enorme gevoel dat we niet altijd even goed bezig zijn. Dat een aantal vragen blijven liggen die heel belangrijk zijn. Dat we in de manier van kijken naar de biologie eigenlijk veel te eng kijken. Dat je daar veel meer vragen over moet stellen. En daar kwamen natuurlijk ook wat filosofische vragen kwamen eruit voort. Over die je zelf al hebt genoemd. Over het belang van dingen ook niet weten. Ja, dat is de kernzin van het boek, denk ik. Dat vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden. Als resultaat van wetenschap. Eigenlijk ja. jullie hebben een antwoord gevonden, of in ieder geval een stelling, een positie. Nou, dat is natuurlijk geen antwoord. Maar dat vinden wij in ons eigen onderzoek, hebben we dat eigenlijk ontdekt. Ik vermoed dat heel veel wetenschappers dat in hun eigen onderzoek vinden, dat je vooral eigenlijk heel veel vragen vindt. Dus je ontdekt ook dingen en je kan misschien beter uitleggen hoe dingen zitten. Maar uiteindelijk heb je niet een oplossing gevonden voor hoe het zit. Maar je hebt ook enorm veel vragen gekregen. En daardoor kun je misschien beter uitleggen waarom je niet weet hoe het zit. Ja, je hebt het ook in je boek over betere vragen. Dus over nieuwe vragen, betere vragen. Vragen en kennis waar je ook vlinders van in je buik krijgt. Ergens schrijven jullie ook hoe jullie kennis ervaren. Kijk hoor. Wonderlijke en geheimzinnige vlinders. Ja, want u gaat nu natuurlijk denken als die jongen steeds over vragen en over de dingen die je niet weet, als we daar de nadruk op leggen. Dan lijkt het net of we dan wetenschap niet leuk vinden. Maar dat is ook helemaal niet zo. We vinden het juist fantastisch. Want het is een één grote ontdekkingsreis. En die ontdekkingsreis, eigenlijk die wordt ook steeds groter. Dus eigenlijk dan kom je er weer op uit. Die wereld van het onbekende mm-hmm. wordt ook groter. En een vraag zien en het nog niet helemaal weten, ik denk dat een heel vlinderig gevoel in buiken geeft, toch? In de mijne in ieder geval. Een vraag zien, ja. Maar het nog niet weten. Kun je misschien een moment beschrijven waarin toen je een vraag zag, maar het nog niet wist? Nou kijk, als je kijkt naar buiten, je ziet een vogel, je hebt geen idee wat dat is. Je weet dat het een vogel is, maar verder niet. Dan het enige wat je dan kan denken, wat is dat? Of je denkt, het is een vogel. Wat is het voor vogel? Meer zal je niet kunnen vragen. Maar zodra je bijvoorbeeld weet dat het een kanoet is die naar Siberië toe gaat, en dan heb je dus kennis gekregen. Maar dan heb je eigenlijk vervolgens meer vragen dan antwoorden. Dan komen de vragen in je op. Waarom gaat die kanoet naar Siberië toe? Waarom blijft hij niet hier? Je kan eindeloos doorgaan. En dat is ook wat ik merk als ik mijn onderzoek vertel aan mensen, is dat inderdaad gelijk vragen, maar waarom vliegen kanoeten naar Siberië? Terwijl als ik ze gewoon zou vragen, heb je een vraag toevallig over de kanoet? Dan hebben ze dat niet. Misschien hebben deze mensen wel allemaal vragen over kanoeten. Ja, graag gerust. Misschien ook niet. Maar we zagen net een zeepaardje, maar geen kanoet. Waarom is de cover van jullie boek een zeepaardje? Nou, het begon met het zeepaardje, denk ik, omdat Thomas een artikel opduikelde over het zeepaardengenoom, waarbij een verklaring wordt gegeven waarom zeepaardjes, ik noem het tandenvoorbeeld maar even, dat in dat verhaal, een indrukwekkend verhaal in Nature Genetics, geloof ik, daar staat een analyse van, zeepaardjes hebben geen tanden omdat ze de genen voor tandglazuur niet hebben. En dat was een verhaal wat je ook weer om kunt draaien eigenlijk. Misschien hebben ze wel geen genen voor tandglazuur omdat ze geen tanden hebben. Wat komt er nou eerst? Nou, dat laatste leek ons ook een hele legitieme vraag. En dat stukje had Thomas al opgeschreven. Toen hadden we een probleem met de omslag. Probleem in de zin dat het eerste omslag keurden we af. Dat was een visserijscène. En op dat moment was Thomas samen met Rebecca spoorloos verdwenen in Schotland. En we moesten iets, want dat boek moest een omslag hebben. En ik vond dat zeepaardje, dus ik zei, waarom doe je geen zeepaardje? Ja,
eigenlijk gewoon een heel pragmatische... En toen kwam dat zeepaardje en toen kwam... Toen hadden we een omslag en toen kwam er een heel verhaal over zeepaarden. Er zijn natuurlijk veel meer verhalen over zeepaardjes te vertellen. Namelijk de manier, dat hebben we hier gezien, hoe vrouwtjes de eieren in de, nou ja, misschien de baarmoeder moet je het noemen, van de mannetjes doen. En dan is de vraag, is een mannetje eigenlijk een mannetje of is dat eigenlijk een vrouwtje? Dus dat zet alles op losse schroeven. En dat was natuurlijk een prachtig thema. Nou, en dan laatste is dat... Het omslag ging naar Jo van der Gronde en die kwam onmiddellijk terug met een gedicht van Ida Gerhard, wat nu voor in het boek staat. En eigenlijk dat hele gedicht van Ida Gerhard, dat is eigenlijk het boek ook weer. Dus dat is een enorme hoeveelheid toevalligheden. Ja. En dan moet jij de laatste ding nog even opbiechten, de ontdekking van vandaag over zeepaardjes. Moet ik dat echt opbiechten? Ja, van mij wel. Ja. Ja, er staat, dus, er staat op de tweede bladzijde dat er voor op het boek een mannetje staat, maar het is een vrouwtje. Ja, goed. Maar goed, daar moeten we dus bij zeggen dat het dus heel makkelijk dat wij die definitie gewoon kunnen ombuigen en dat het dan gewoon een mannetje is. Goed. In het boek is er ook een heel hoofdstuk die over mannelijkheid en vrouwelijkheid gaat en hoe dat best wel vloeibaar begrip is ook en hoe je dat in het dierenrijk terugziet. Vanavond hebben jullie eigenlijk helemaal geen biologen uitgenodigd. Dus jullie hebben deze avond mogen samenstellen, bedacht met wie je in gesprek wilde gaan, bedacht voor wie dit boek relevant en belangrijk is. Maar dat zijn geen biologen. Waarom niet? Dus wie hebben jullie uitgenodigd en waarom al deze brede disciplines? Nou, ik denk onderdeel, dus het gaat erover, vragen zijn belangrijker dan antwoorden. En een heel grote oorzaak van het feit waarom je vooral veel vragen krijgt, is omdat wetenschappers altijd hun eigen blik hebben op de werkelijkheid. Dus wij doen ons onderzoek vanuit een eigen denkraam, vanuit het denkraam wat wij als biologen samen in de geschiedenis hebben samengesteld en vanuit waaruit wij daar nu tegenaan kijken. Nou denken wij dus dat bepaalde aspecten daarvan zijn ons tegenhouden om andere vragen te stellen en die vragen eerder verdoezelen. En ik denk dat niemand anders dan mensen uit andere wetenschappen ons dat kunnen laten zien, wat ons eigen denkraam is. En ik denk dat wij als biologen eigenlijk heel slecht zijn om te reflecteren op dat denkraam. En dat zijn wij als biologen eigenlijk niet gewend te doen, terwijl in de sociale wetenschappen ze, voor zover ik weet, misschien wel niet anders doen dan juist daarop reflecteren. Dus ik denk dat zij de ideale personen zijn om ons dat te laten zien. En je zou biologen kunnen uitnodigen en dan krijg je dus een heel inhoudelijk en misschien ook moeilijk debat. Dan leek ons dit veel leuker. Nou, ik denk dat het een hele mooie avond wordt. Hartelijk dank. Jullie komen later nog in het programma weer terug als we ook in gesprek gaan met de diverse gasten. Voor nu, dankjewel. Goed. De avond heeft de volgende opzet. We gaan twee keer hebben we een blok waarin we eerst twee korte pitches horen, waarin een reactie wordt gegeven op het boek en waarin de sprekers eigenlijk vertellen wat ze daarin herkennen en ook het idee van dat we soms meer schade aanrichten met onze antwoorden, dat in ieder geval dat zullen toelichten. Dus twee keer een korte pitch van ongeveer 3 minuten en vervolgens een gesprek met of Thomas of met Teunis. Dat is de opbouw. En in die gesprekken mag u ook meedoen. Dus u mag daarin ook vragen stellen, meedenken, graag zelfs. Goed, we gaan beginnen. Johan van der Gondel is net op tijd binnengekomen, dat is heel fijn. Maar we beginnen eigenlijk met Trudy de Hu. Even het juiste kaartje erbij. Wat kan je ervan maken? Ja. Ik zeg niks. Nee. Je was tot 2016 hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Auteur van onder andere Betere Mensen over gezondheid als keuze en koopwaar en de depressie-epidemie. En volgens mij hebben Teunis en Thomas jou ook uitgenodigd omdat ze je bewonderen in jouw strijd die je binnen de wetenschap al jaren voert om op een andere manier over wetenschap na te denken. De vloer is aan jou. Applaus. APPLAUS.
beginnen met zeggen dat het boek van Thomas en Teunis echt een schitterend boek is en een heel belangrijk boek. Koop dat boek, dat ligt buiten te koop, doe dat vooral. Maar voor deze pitch is mij gevraagd om heel kort mijn eigen werk met dat van hun te vergelijken. En ik dacht, dat doe ik dan maar, dan kan ik het kort om even op een cruciaal verschil in te gaan. Ik heb ook mijn perspectief, ik kom van een bepaalde invalshoek, ik ben wetenschapssocioloog, ik kijk sociologisch naar wetenschap. En zoals de auteurs het zelf een van deze dagen opschreven in de Correspondent, betoogde de ontsnapping vooral dat het voor wetenschap onmogelijk is om een moraal te leveren. Wetenschap kan ons niet vertellen wat goed en slecht is. Nou, ik schoot in de lach, want dat zeggen twee wetenschappers die door hun hele boek heen vertellen wat goed en slecht is. En die in hun boek ook nog laten zien dat wetenschappelijke feiten van anderen sterk moreel geladen zijn. En precies daarom vind ik hun boek zo goed. Dat vind ik nou net zo knap eraan, want in mijn eigen werk probeer ik dat ook. Ik betoog de hele tijd dat feiten en waarden niet gescheiden zijn. Wetenschap doet niets anders dan het leveren van moraal, voortdurend. Wetenschappelijk onderzoek is namelijk ingrijpen in de werkelijkheid veel meer dan gewoon ontdekken. En dat is een inherent morele aangelegenheid, omdat het altijd ingrijpen in een bepaalde richting is. De natuur zelf vertelt ons niet hoe we haar aan moeten pakken, dat doen wij. En in sterke mate doen we dat via wetenschap. Wie kanoetjes besluipt en 's nachts vangt, die grijpt in hun leven. Wie ze ringen om hun poten doet, doet hetzelfde. En helemaal wie ze ruggelings op zijn bovenbenen legt, hun maagjes insmeert met gel en vervolgens met een echograaf de omvang van die maagjes meet. Die grijpt in het leven van die vogeltjes. En dat doet ook iemand die de beestjes van zendertjes voorziet, zelfs hun poepjes verzamelt en met een eenharig penseeltje gaat zitten ontleden. Die kanoeten zouden daar zelf helemaal nooit opgekomen zijn om zoiets te doen. Ik zeg niet dat dit slecht is. Ik zeg alleen dat ook wat goed is een morele aangelegenheid. Wat we doen met onze omgeving en met onszelf, mijn werk gaat altijd over mensen, van dezelfde invalshoek, is niet voornamelijk feitelijk, maar voornamelijk moreel van aard. En al helemaal als wetenschapsbeoefenaren dat doen. Samenlevingen die het betalen kunnen, onderhouden een wetenschappelijke sector precies om het leven van mensen op deze aardbol überhaupt leefbaar te maken. En voor enkelingen, nadrukkelijk voor enkelingen, zelfs aangenaam. Maar waarom alleen voor mensen? En wat betekent leefbaar eigenlijk? Leefbaar in welk opzicht? Wetenschap in bedrijven is hoe dan ook je mengen in dit soort kwesties. En dat laat dat boek nou juist zo goed zien. De ontsnapping van de natuur levert zelf een belangrijke bijdrage aan de openlijke morele discussie die wetenschappers doorgaans alleen in het verborgene voeren. Doorgaans doen ze net alsof, ja, wij ontdekken gewoon de werkelijkheid. Nou, en via onze mond spreekt gewoon de werkelijkheid. Daar is niks moreels aan. Dat zijn gewoon de feiten. Nou, dat is wat de ontsnapping van de natuur niet doet. En eigenlijk laat dat boek dus zien dat feiten en moraal sterk met elkaar verbonden zijn. Dat wou ik graag zeggen over het prachtige boek. Hartelijk dank. Dat is echt een pitch. Ja, heel goed de opdracht begrepen. Ja, oké. Okay, ja, binnen de tijd. Ja, fantastisch. Nee, je mag even gaan zitten en dan zometeen haal ik je er weer bij. Johan van der Gronden. Hij was natuurbeschermer, directeur van het Wereld Natuurfonds. En sinds deze maand is hij begonnen als directeur bij het Wilhelmina Nederlands Kankerfonds. Het Wilhelmina Kankerfonds, geen Nederlands. En deze stichting die streeft naar minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw pitch, zowel jouw visie vanuit de gezondheidshoek als vanuit de natuurbescherming. Welkom. Applaus. En dat allemaal in 3 minuten.
Ik wilde graag twee observaties met jullie delen vanavond, heel kort. De eerste heeft iets te maken over de vorm. En de ander gaat over de inhoud. En gaat ook een beetje over mijn eigen biografie, waarom ik dit belangrijk vind. Eerst over de vorm. Het is hoogst ongebruikelijk dat wetenschappers die ook internationaal in aanzien staan, de moeite nemen om een boek in het Nederlands te schrijven. Want dit brengt ze namelijk niks. We houden ze eeuwige roem in Noord- en Zuid-Amsterdam. Het doet niks in je Citation Index, je publiceert niet in Nature and Science, de universiteit besteedt er amper aandacht aan. Je schrijft voor een algemeen publiek in het Nederlands, dat kan bijna geen topwetenschap zijn. En toch hebben deze twee heren gemeend om dat te moeten doen. En ik vind dat buitengewoon belangrijk. Het gebeurt veel te weinig. Het is goed voor de essayistiek, het is goed voor het Nederlands, het is goed voor het Nederlands publiek. En het siert ook de uitgever, Frits van der Meij, dat hij zijn nek heeft uitgestoken om dit boek uit te geven. Want ook dat is ongebruikelijk. Sterker nog, hij heeft er bij de beide heren op aangedrongen dat zij dit boek zouden schrijven. En ook dat is heel bijzonder. Dus ik feliciteer jullie alle drie voor deze moedige daad. Dat is de eerste observatie. Nou hoop ik dat het vele drukgangen zal krijgen, maar dat weet je nooit. Want het succes van een boek is volkomen onvoorspelbaar. Dus we gaan het meemaken. Er is mogelijkerwijs een groot publiek voor. Er zijn al twee groepen aangeduid vanavond. Maar dat weten we natuurlijk niet. Maar we hopen dat het een doorslaand succes is. Nu een paar opmerkingen of een observatie over de inhoud en waarom ik dit boek en de inhoud ervan zo belangrijk vind. A, ben ik zelf een raar hybride beestje. Ik ben ooit opgeleid tot filosoof. Ik ben 10 jaar algemeen directeur geweest van het Wereld Natuurfonds. En dan holde ik heen en weer tussen wetenschappers en ecologen en praktische mensen. En mensen die fondsen ophalen. En nu heb ik het in mijn hoofd gehaald om ook nog directeur te worden van KWF Kankerbestrijding. Het grootste goede doel van Nederland. Miljoen donateurs met een ongelooflijk belangrijke missie. Want 1 op de 3, ook u vanavond, zal ergens in het leven misschien al geconfronteerd zijn of geconfronteerd worden met een diagnose kanker. Er zijn 850.000 Nederlanders die patiënt zijn of patiënt geweest zijn. Nummer 1, doodsoorzaak, ga ik u allemaal niet mee vermoeien vanavond, maar het is nogal wat. En dus opnieuw moet ik over dat bruggetje heen en weer rennen. En nu tussen celbiologen aan de ene kant, die verschrikkelijk complex ingewikkeld onderzoek doen, en een heel groot publiek aan de andere kant. En als ik mij aan die kant van het bruggetje uitdruk, dan moet ik verstandige dingen zeggen die kloppen. Als ik de andere kant van het bruggetje ben, dan moet ik op een of andere manier ook nog begrijpen wat daar gaande is. Dat is bepaald niet eenvoudig. Omdat het niet eenvoudig is, zijn er altijd mensen die het heel eenvoudig voor jullie maken. Dat had ik al geleerd tijdens mijn studie wijsbegeerte. Want gedurende de geschiedenis van de wijsbegeerte steken ze voortdurend de kop op. Dat begint al bij Democritus natuurlijk, ergens in het oude Griekenland, maar steeds kom je ze weer tegen. Een van de belangrijkste, misschien wel meest uitgesproken, de la maîtrie, 17e eeuw, l'homme machine, wij zijn een machine. En niet meer dan dat, Descartes had er ook een beetje van gestolen. Dan denk je, dat gaat voorbij en plotseling staat je bij de Bruna weer het boek toe, u bent uw brein. En niet meer dan dat, een paar synaptische transmissies die heen en weer schieten en dat is het dan. De wens op een of andere manier om te reduceren tot iets simpels en daarmee ook de wetenschap geweld aan te doen, u te vertellen dat het allemaal heel simpel in elkaar zit, als u maar het woord laat aan wetenschappers die dat uitpuzzelen, is iets wat niet vaak genoeg bestreden kan worden. Maar dan moet het wel op een verstandige manier. Dus niet zweverig, maar kan het zijn ook door wetenschappers die er zelf verstand van hebben. En dat gebeurt precies in dit boek. Dus daar waar u in de krant bijna dagelijks leest dat wij niets meer zijn dan een krukje op de golfjes van ons genenapparaat, zeggen deze twee heren, wacht even, als je dat nou iets nauwkeuriger bestudeert, dan is daar iets anders aan de hand. Dat is buitengewoon belangrijk. Dat is een moeilijk discours. Dat is een discours dat barst van de metaforen. Daarom is die essayistiek ook zo belangrijk, want we zoeken bijna letterlijk naar een nieuwe taal. We lenen nu van de telecommunicatie, van de ICT-wereld. We spreken over signaalpaden. We verzinnen er van alles bij om op een of andere manier dat machientje van het dat wonderlijke menselijke en dierlijke leven te doorgronden. Maar deze twee auteurs hebben denk ik een taal gevonden die ik u niet genoeg kan aanbevelen vanavond.
Dank u wel. Je mag gelijk aankomen schuiven. Ja. Trudy, kom er ook bij. Ik ga daar op de hoek zitten. Johan, ik ga daar zitten. Sorry. Waar wil je Sorry. Ja, jullie mogen hier zitten. Ja, dit zijn allemaal mensen bij elkaar die vooral door Teunis en Thomas bedachten van volgens mij moeten deze mensen elkaar ontmoeten, maar jullie kennen elkaar ook nog niet wellicht. Over het boek. Jij hebt eigenlijk al een korte reactie gegeven over van welke vragen dat oproept. Ik had bij jouw reactie nog even wat vragen om het nog even wat te verhelderen. Je hebt het over dat we op zoek moeten naar een nieuwe taal. Waarom moeten we op zoek naar een nieuwe taal? Is het een wetenschappelijke taal? Nee, dat is geen wetenschappelijke taal. Dat is een taal waarin jij en ik ons uitdrukken, waarin we schrijven en lezen en proberen begrijpelijk te communiceren. Waarom moeten we daar naar op zoek? Omdat datgene wat ons begrijpelijk is gemaakt, ons vooral wordt verteld in een reductionistisch vertoog. Dus wij zijn... Uiteindelijk zijn het voorbeeld. Jij denkt dat je beschikt over een vrije wil, maar daar beschik je helemaal niet over, want uiteindelijk zijn het niets anders dan chemische, biochemische processen en jouw vrije wil is een illusie. Daar weet je in ieder geval zeker dat je dikke oplages behaalt. Dat zijn 10 drukken, denk ik. Is dat een goed voorbeeld? Ja, maar ook een voorbeeld misschien uit de praktijk. Want ik kan me voorstellen dat juist als directeur van grote goede doelen wil je ook mensen betrekken in een verhaal. En gebruik je misschien ook een simplificatie van die ongrijpbare natuur. Dat is ook voor een natuurbeschermer een buitengewoon hoopvol verhaal. Want als je een hele simpele opvatting nahoudt over de manier waarop een organisme zich verhoudt tot de omgeving... En feitelijk niks anders dan zijn eigen genetische natuur tot uitdrukking brengt. En die omgeving die helpt dan wel een heel klein beetje, maar dat is het dan wel. Dan kom je in een redelijk somber straatje terecht. Zeker als je denkt aan de effecten van klimaatverandering. Als het zo is, wat deze auteurs beweren, dat de interactie tussen omgeving en organismen veel intensiever is. En dat de beïnvloeding wederzijds aan de gang is. Dan zit je in een veel... verwonderlijker, maar ook veel vrijere wereld, waarin je ook veel meer opties hebt om tot een goede vorm van natuurbescherming te komen. We hanteren nu een te simpel verhaal over de problemen en over de oplossingen. Als het gaat over natuurbescherming en alle ecologische dreigingen. Nou, al was het alleen maar, kijk, als je nu, ik denk als je een kleine enquête zou doen en je zou vragen naar een van de grootste problemen van onze tijd, dan komt klimaatverandering opzetten. Dat is onjuist. Als je kijkt naar de ecologie. Er zijn toch zeker 6, 7 andere hoofdoorzaken die leiden tot de 6e uitsterfgolf waar wij ons in bevinden, voordat we aan klimaatverandering toekomen. Nou is het wel heel fijn dat er ook een theorie is, hier, die hier wordt gestaafd in dit boek, die zegt, wacht eens even, dat zou ook nog wel eens kunnen kloppen. Want er zijn nog een heleboel andere factoren die een rol spelen en een organisme wordt niet zonder meer over de rand gedreven als de omgeving sneller verandert dan wij denken. Dus ook het aanpassingsproces, dus ook de eenvoudige theorie die wij op school geleerd hebben, zoals Darwin dat zou hebben beschreven, dat adaptatieproces verloopt A veel sneller en B veel ingewikkelder en interactiever dan we hebben gedacht. Trudy, ik zie jou heel erg hard nadenken en ook een beetje met je hoofd schudden. Kun je misschien reageren? Het zal de leeftijd allemaal zijn, dat schudden van dat hoofd. Nee, ik zit juist te denken, oh wat ontzettend fijn dat we hier misschien een fondsenwerver voor zoiets belangrijks als kankeronderzoek krijgen, die niet meer bluft over wetenschap. Want wat ik erg fijn vind aan het boek van Thomas en Teunis, is dat ze niet bluffen. Ze roepen niet, gen ontdekt voor dit of dat, weet je. En dat is iets waar ik steeds over moest nadenken toen ik het boek las. In mijn vakgebied, wij zijn wetenschapssociologen, heb je ook een subtak. En die heet de sociologie van de verwachtingen, de sociologie van de beloften.
En die analyseert dat wetenschappers ook door de samenleving min of meer gedwongen worden om geweldig op te scheppen. Gun voor Alzheimer gevonden, enzovoorts. En dat vreselijke opscheppen, vooral die fondsen, die doen dat afschuwelijk. De hersenstichting pas. 25% van de bevolking heeft een hersenstoornis. Vertel eens er even niet bij wat ze precies onder een hersenstoornis verstaan. Dat hangt van je definitie af, zo'n cijfer. Er zit moraliteit achter zo'n cijfer. En het ergert me zo, die fondsen. Ze verknoeien wetenschap. Dus ik hoop dat deze nieuwe directeur dit niet gaat doen. En dat de bevolking ook geld wil geven als er niet van die gigantische onzinnige zekerheden worden verspreid. Ja. Die geeft je me wel heel even tijd. Ik ben 3 weken geleden begonnen. Ja. Teunis, ik heb een blunder gemaakt. Want ik heb jou helemaal niet uitgenodigd om erbij te komen zitten. Terwijl er nog wel een stoel voor je is. En ik ben ook enorm benieuwd wat je ervan denkt. Dus kom er vooral bij. Wat ik Trudy een beetje hoor zeggen, komt ook in jullie boek terug, namelijk dat jullie zo graag van uitroeptekens weer naar vraagtekens willen. Dus van statements naar vragen. Kun je daar iets meer over zeggen en bij wie ligt die verantwoordelijkheid daarvoor? Ja, eigenlijk is het al een beetje gezegd. We hebben een beetje hetzelfde gevoel, denk ik allemaal. Als je kijkt naar de kracht van een statement, en ik weet de selectiedruk, erop natuurlijk, die weet ik wel, dat die bestaat. Dat je eigenlijk in termen van uitroeptekens moet praten. Om in aanmerking voor geld te komen of voor publicaties? Voor geld, maar daar heb je altijd natuurlijk ook wel de balans dat daar weer doorheen geprikt kan worden door de collega's die uitroeptekens bekijken. Mm-hmm. En alles is erop gebrand om die uitroeptekens ook weer uit de weg te ruimen. En dat proces is eigenlijk ook wel weer hartstikke mooi. Het naar buiten komen, en dat is natuurlijk steeds belangrijk in de wetenschap, vertellen over wat je doet, is wel heel erg een uitroeptekenachtige bezigheid. En dat zie je dus heel veel gebeuren. En dat zie ik vooral gebeuren in, daar hebben we het in het boek niet over, maar wat ik beide de pseudowetenschap zo noem. We bedienen ons allemaal van een soort wetenschappelijke taal. Het is ook niet een... Dit klinkt een beetje poeh. Oké, ik ga toch even door, ons? Hoor. Ja. Er is een heleboel in de omgang met gezondheid, in de omgang met de landbouw, in de omgang met natuur. Zou ik zeggen, is er ook een heleboel schreeuwerige kenniswerk, zou ik bijna zeggen. Kun je een paar voorbeelden geven? Schreeuwerig kenniswerk. Nou, ja. Ja, dit staat dus duidelijk niet in het boek, dus hier worstel ik. Het mooie vind ik van de wetenschap zoals waar wij in zitten, we zijn daar kritisch over, maar wat het mooie is dat we elkaar ook proberen scherp te houden. En dat gaat heel ver, maar dat gaat ook heel integer. Dus we zijn ook voortdurend met elkaar in de weer, in een soort waarheidsvinding, in een bepaalde richting. Wat ik om me heen zie, en dat vind ik een verworvenheid, moet ik zeggen. Dus op het moment dat, en uiteindelijk... wat er dan ontstaat, is een wetenschappelijke publicatie. En die heeft een bepaald proces doorlopen. En dat proces die het doorlopen heeft, is een ruig proces om mee te maken. Dat is een proces van kritiek en kritiek pareren, maar ook incasseren en zo. Maar dat vind ik constructief, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd wat Rudy daarvan vindt. Maar dan daaromheen is er ook een heleboel kenniswerk wat eigenlijk die toetsing niet heeft. En het onderscheid tussen dat type kenniswerk, wat heel snel uitroeptekens oproept, en ik moet zeggen ook in onze eigen wetenschap, tegen de tijd dat je een persbericht uitbrengt, heb je ook dat uitroepteken. Mm-hmm. Daar zie ik wel ontzettend veel misgaan. Dus ik denk dat op het moment dat je de uitroeptekens altijd met een korreltje zout neemt, in zijn algemeenheid, als werkhouding, dat al een enorme... Ja, verbetering is gewoon. Goed, ja. Mag ik hier één ding op zeggen, want er is nog iets dat raakt hier aan. Teunis is trouwens heel netjes vanavond. Meestal zegt hij gewoon dat onderzoek wat door Bureau X uitgevoerd is, dat is gewoon gefinancierd door. Meestal is dat een ministerie en daarom hebben ze natuurlijk heel snel deze conclusie getrokken. Maar vanavond heb je dat heel netjes gezegd. Maar er is iets anders waardoor mijn hart opspringt. En dat is, kijk, als je de euvere moed hebt gehad om in je jonge jaren te denken van weet je wat, ik ga geen vak leren, ik wil filosoof worden.
Nou, dat is heel leuk, hè? Maar dan moet je de rest van je leven een heleboel dingen uitleggen. Want ja, je hebt geen vak geleerd. En eigenlijk leer je als filosoof gaandeweg, maak je maar progressie in één opzicht. Je leert betere vragen te stellen. Dat is voor heel veel mensen onbevredigend. Daar moet je het als filosoof mee doen. Dan moet je voorstellen hoeveel blijheid zich van jouw meester maakt als je een boek leest van twee biologen, van wie je denkt dat ze het weten, dat ze zeggen, eigenlijk leren we alleen betere vragen te stellen. Dat is een geweldig feest van herkenning. En bijna een bevrijding. Een bevrijding. Een bevrijding. Ik wil ook al even eigenlijk naar de zaal. Zijn er al vragen die leven? Ik zie er achterin iemand. Ja, dan komt de microfoon aan. Wat jullie schetsen is voor mij wel begrijpelijk. Ik ben trouwens geen wetenschapper of academicus. Ik ben gewoon een belastingbetaler. Heel eenvoudig burger. En als zodanig ben ik ook geconfronteerd met de rol van de wetenschap in het politieke veld. En wat betekent dat in deze tijden? Wij komen in een nieuwe periode waar sociale volkshuisvesting bijvoorbeeld zal grootschalig geprivatiseerd worden onder de noemer van energietransitie. Ja, wordt gezegd, gas is niet goed. En ik zit even rond te kijken, hoe zit het met de alternatieven? Welke alternatieven zijn daadwerkelijk zulke goede alternatieven dat het doen verdwijnen van het gebruik van gas zijn ook goed, te rechtvaardigen in het proces die nu aankomt van renoveren van woningen en het veranderen van die hele netwerk. Dus mijn vraag aan jullie is hoe wij eenvoudige stervelingen moeten ons verhouden met dat kennis. Want politici gaan over keuzes, gaan niet over de kennis. De kennis komt van jullie, van de wetenschappers. Hoe kunnen wij ons verhouden met wetenschappers om bijvoorbeeld onze maatschappelijke positie, onze zekerheden, zoveel mogelijk te kunnen beschermen? Dus hoe kunnen we ons als burgers verhouden tot de wetenschappers? Tot de kennis om onszelf te beschermen ten opzichte van... Ik weet niet, ik denk dat ik een beetje dadelijk ben geweest, maar misschien toch dank niet. Dank u wel. Ja. Wil iemand, Trudy, wil je daarop reageren? Ik vind het een heel belangrijk punt. Wat is de relatie tussen wetenschappers en niet-wetenschappers? En ik denk het allerbelangrijkste wat we moeten beseffen is dat elke wetenschapper ook een niet-wetenschapper is. Elke wetenschapper is ook een burger en is ook een patiënt. Die moet ook naar het ziekenhuis en behandeld worden en dan anderen maar vertrouwen. Elke wetenschapper moet ook in een huis wonen en nadenken over gas of niet. Elke wetenschapper is maar voor zoveel wetenschapper, voor de rest gewoon een burger. Dus die staat even hulpeloos tegenover die lawine aan kennis die van alle kanten over hun heen komt. En dus zouden de wetenschappers zelf misschien de voorhoede moeten vormen bij de vraag van, op grond waarvan beweert u dat? Leg het eens uit in normale taal, zodat ik het ook kan begrijpen, niet alleen in uw vaktaal. En u grijpt in de werkelijkheid, op wat voor manier doet u dat, waar is dat goed voor? Dus we zouden met z'n allen eigenlijk wetenschap juist ook om die onzekerheid en die verborgen waarden meer moeten gaan waarderen. Dat daar een open gesprek over kan komen. En dat gesprek moet dan worden gevoerd tussen wetenschappers, maar ook het publiek moet ook de wetenschappers meer ter verantwoording roepen. Ja, iedereen. Even een heel simpel voorbeeld, Nieuwsuur. We zitten naar Nieuwsuur te kijken en er komt een hoogleraar zeggen, X% van de Nederlandse kinderen leeft in armoede. Dan zit ik als burger en als wetenschapper op het puntje van mijn stoel te wachten tot, laten we zeggen, Twan Huis of wie het ook doet, zegt, welke definitie van armoede hebt u eigenlijk gehanteerd voordat u tot dat cijfer kwam? En hoe hebt u die definitie in onderzoeksmethode vertaald? Dat kan iedere kijker van Nieuwsuur begrijpen, die antwoorden. En dan snappen we veel meer. Dan snappen we ook
dat ook daar weer waarden aan het cijfer ten grondslag liggen. We hebben recht op die informatie. Het is nog interessant ook, die wetenschapper wordt ook blijer, want die mag dan gaan uitleggen hoe die dat onderzoek, een klein beetje uitleggen, hoe die dat onderzoek in elkaar heeft gestoken. Je had het net al over dat eigenlijk in het voorgesprek dat je vaak kritiek krijgt vanuit de mensen die bang zijn dat jouw argumenten worden gebruikt voor een soort van post-truth Trump figuren in de hand werken. Zo van hey, je gaat iets relativeren, je gaat vragen stellen bij de feiten zetten. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik vroeg toen en Thomas, hebben jullie dat al gehad? Dat mensen tegen jullie zeggen, als kennis onzeker is, dan is wetenschap zeker waardeloos. Dan kom je bij Trump uit. Dat hebben zij nog niet gehad. Ik krijg het heel vaak. En mijn antwoord is natuurlijk dat morele debatten ook hele zinvolle debatten kunnen zijn die met goede en slechte argumenten gevoerd kunnen worden. Dus het is helemaal niet een bodemloos iets. Iemand als Trump roept gewoon fake news of fake wetenschap klaar. Einde discussie. Waar ik voor pleit is een veel grondigere discussie. En wat Thomas en Teuners doen dat ook in dat boek. Als zij de evolutietheorie bespreken, dan rafelen ze hem uiteen op een manier die misschien niet iedereen, maar toch heel veel mensen kunnen begrijpen. Het is net zoiets als, er zijn grote groepen mensen die wel willen weten wat er in hun voedsel zit. Dan gaan ze op die potjes lezen. Nou, er zijn ook grote groepen mensen die wel willen weten wat er in hun feiten zit. Want die feiten maken hun leven, die maken hun werkelijkheid. Dus de ingrediënten van de feiten zijn heel interessant. En dat heeft uiteindelijk helemaal niks met relativisme of met Trump-achtigheid te maken. Zijn er al vragen? Geen vragen. Willen jullie elkaar nog iets vragen? Of zijn het allemaal enorm met elkaar eens? Ja, nee. Ja. Ik heb wel een gewetensvraag aan Teunis en Thomas. Want kijk, je bestrijkt door een boek bij Atheneum uit te brengen en dat in mooi Nederlands op te schrijven, op zijn minst verschillende doelgroepen. En niet primair de doelgroep die jullie misschien het hardste zal bejegenen. Zien jullie uit naar een iets wat disruptief debat onder vakgenoten? Ja, absoluut. Dus toen we over deze avond nadachten, hebben we denk ik een beetje besloten dat dat nog geen discussie onder vakgenoten zou worden. Wel een beetje met de hoop dat die discussie wel ooit zou komen natuurlijk. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. Dus dit is eigenlijk de grotere inkaart. Maar we hebben ook wel behoefte aan die discussie met de vakgenoten. Dat doen we in de praktijk ook wel. En we hopen ook wel dat dat er van komt. Als dat er niet van zou komen, zou het ook een beetje teleurstellend zijn. Omdat wij denken wel dat je op een veel rijkere manier de biologie kunt bedrijven. Dat proberen we natuurlijk ook wel te doen. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Nee, maar als jullie gelijk hebben, moeten we wel zo ongeveer het hele curriculum wat nu op de middelbare school dat biologie heet, moeten we wel herschrijven. Wat dan? Daar klopt geen fluit van. Als jullie gelijk hebben. Nou ja, dat gelijk weten we natuurlijk nooit helemaal. Maar de manier van redeneren dat de biologie, laat ik het even heel plat zeggen, meer is dan de genetica. En ik ben opgegroeid eigenlijk in een wereld waar de biologie en de genetica was bijna hetzelfde. En als je ging beweren van dat genetica misschien toch meer iets van een hulpwetenschap is. Een hele leuke hulpwetenschap, een hele belangrijke, want dat ontkennen we helemaal niet. Maar niet het hele verhaal, dat je in de manier waarop we nu biologie doen, eigenlijk ontwikkelingsbiologie, of de echte ontwikkeling, eigenlijk buiten boord houdt. Eigenlijk in de ecologie dat ook doet. Sterker nog, de ecologen doen heel vaak genetisch onderzoek. En hebben dat niet eens door, dat vinden wij dan. En dat is natuurlijk wel de manier waarop het uitgelegd wordt in de biologie. En op het moment dat je bij het boek aan hand zit, dan zie je inderdaad ontzettend veel onzin. Ga maar naar de website over hoe DNA uitgelegd wordt. En wat DNA allemaal kan doen. Het eerste wat je ontdekt van als je dit ter harte neemt, is dat allemaal niet klopt. Dus ik vermoed dat je gelijk hebt dat als wij onze zienswijze gedeeld zou worden, zal dat inderdaad consequenties kunnen hebben voor de manier waarop we het onderwijs doen. Interessante gedachte. Dus ik denk niet dat we zover zijn. Je moet je ook voorstellen dat in ons vakgebied, misschien gaat Thomas straks nog meer over zeggen, wij worden natuurlijk, omdat die manier, die genetische
manier van kijken, die heeft, is heel succesvol geweest. Nou, die is ook echt heel succesvol geweest. Dat ontkennen we niet. Dat betekent ook dat 80% van de biologen zo geaard zijn op dit moment. En als die dat gaan omarmen, dan gaat het heel snel. Als die de kont in de krib gooien, zou ik zeggen, dan staat ons nog wat te wachten. Dat is heel interessant wat daar gebeurt. Zoiets? Ja. Ik heb daarin ook nog een vraag als het gaat over de duurzaamheidsbeweging en activisme. Er zijn heel veel mensen bezig om beleidsmakers aan te sporen om heel snel verandering te maken naar een duurzame transitie. Dus windmolens, een duurzame samenleving. Daar is haast bij. Zo van, in hoeverre hebben we wel de tijd of durven we de tijd te nemen om vragen te stellen? En kan het niet ten koste gaan van... Ja, ik ben hier doodsbenauwd. Mag ik er wat over zeggen? Ja, ik heb er ook wat over te zeggen. Dus hier krijg je weer het probleem van de uitroeptekens, direct al. En ik ben zelf nog een enthousiaste lezer van New Scientist. De Engelse versie, die is heel goed. De Nederlandse is iets minder. En daar wordt nu de laatste aflevering ook gewaarschuwd. In dat hele plastic debat. Jongens, gooi dat plastic niet meteen overboord. Want de alternatieven die zijn helemaal niet zo heel goed. Dus gebruik dat uitroepteken. Stel er eerst ook eens even een vraagteken bij. En we zeggen zelf het een en ander in het boek over bijvoorbeeld de windenergie. Mm-hmm. En hoe dat eigenlijk ook een beetje als een excuustruus gebruikt wordt om ons het gevoel te geven dat we iets doen. Terwijl er niet een kolencentrale gesloten wordt, wat veel meer zou uitmaken. Het is ook een directe link met de landbouw, hoe we met onze gronden omgaan. Dat zijn nu uitgeperste gronden waar helemaal geen koolstof weer in wordt opgeslagen. Op het moment dat we dat op weer een fatsoenlijke manier gaan boeren, wat ook een hele productieve manier op, het is ook waarschijnlijk een veel gezondere manier, dan hebben we ook meteen een klimaatdoel gediend. En dat is eigenlijk het waarderen van de vraagteken, zeg maar. In plaats van dat nu maar roepen dat het bouwen van al die windmolenparken, dat gewoon de oplossing is. Dat is namelijk helemaal geen oplossing. Ja. Johan, wil je daar nog op reageren, ook juist vanuit je ervaringen vanuit het WNF? Hij is heel ingewikkeld. Nou, Trudy was al een beetje provocerend enthousiast over mijn nieuwe baan. Maar even over mijn oude baan gesproken. En de ecologische wereld, die is wel heel ingewikkeld. Hè? Omdat je hebt ook behoefte aan vereenvoudiging om aan te sporen tot actie. En het is een beetje, het gaat nog niet zover als dat je meteen richting Trump gaat. Maar naarmate je meer ruimte laat voor verwondering en nieuwsgierigheid en openheid in het wetenschappelijk onderzoek, zou je daar de conclusie uit kunnen leiden dat derhalve je handelingsarsenaal gewoon veel ruimer is. En dat is waar. Dus dat doet zich op het moment dus ook voor. In de het zin is waar dat we meerdere mogelijkheden... Ja, dus alles wat je heel eenvoudig hebt voorgeschoteld is doorgaans een slogan bedacht door marketeers, maar niet noodzakelijkerwijs ingegeven door het beste ecologische inzicht. Dat is een hele lastige. Dus ga maar eens kijken in NGO's. Je hebt en zeker de grote, je hebt ik noem dat altijd de etalage. En je hebt de machinekamer. En die machinekamer ziet er echt heel anders uit dan wat er in de etalage staat. En het is een van de grote uitdagingen om een dergelijke organisatie leiding te geven, om ervoor te zorgen dat blijft kloppen. Dus dat die afstand niet te groot is. Dus een marketeer heeft eenvoudige boodschappen nodig, want anders wordt het niks. Dus ik vind het een buitengewoon goed idee dat we heel hard en snel oproepen om op een andere manier met onze melkveehouderij om te gaan. Anders is het afgelopen met de weidevogels. En by the way, het is ook 2 voor 12. En dat kun je ook beargumenteren. Dus dat kan allemaal, maar je moet oppassen voor de overdrive. Wat mij betreft, langzaam maar zeker lijkt het wel op. Als ik maar CO2 reduceer, dan gaan we naar een duurzame samenleving. Nog grotere flauwekul heb ik nog nooit gehoord. Dus daar moet je, dus uit die versimpeling moet je wegblijven. Nou, om daar de nuance in te vinden, dat is moeilijk. En daar heb je dus ook essayistiek voor nodig. Daar heb je goede kranten voor nodig. Daar heb je een geïnformeerd publiek voor nodig. En dat spel moet je goed spelen. En daarom verwelkom ik deze heren dus ook in een andere wereld dan die van peer-reviewed articles. Daarom is dat zo razend belangrijk. Want anders zijn we toch misschien niet aan de goden overgeleverd, maar toch wel aan degenen die ons leven nodeloos simplificeren en platslaan. Dankjewel. Dankjewel Trudy. Dankjewel Teunis. Dankjewel Johan. We gaan door.
We gaan naar de antropologie. Professor Amare Amjarek. Ze is hoogleraar in de wetenschapsantropologie aan de UvA. Ze doet spraakmakend internationaal onderzoek naar ras- en gentechnologie. Dus hoe werken raciale denkbeelden door in de wetenschap en in forensisch onderzoek? Welkom en succes met je pitch. Pitch is not so pitchy. Ik wilde beginnen eigenlijk met een anekdote. Een paar jaar geleden, op een blauwe maandag, heb ik een paar dagen doorgebracht bij het depot, het AMC, waar oude tijdschriften terechtkomen. En ik zat daar door te bladeren in een tijdschrift voor geneeskunde. Ik was geïnteresseerd in een bepaald soort vraagstukken rondom seks, rondom kolonialisme. En op een gegeven moment viel het me op dat de meeste artikelen afsloten niet met... Wij kunnen nu concluderen, of de feiten spreken voor zich, maar de meeste artikelen sloten af met wij hopen aannemelijk te hebben gemaakt dat. Dat waren de conclusies. Wij hopen aannemelijk gemaakt te hebben dat. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie conclusie. Ik heb heel lang zitten dubbel hoe ik dat in het Engels zou kunnen vertalen, omdat we natuurlijk heel vaak in het Engels moeten publiceren. Maar ik heb daar nog niet een goede vertaling voor gevonden. Waarmee ik zeg dat het een hele andere stijl van wetenschapsbedrijven is dan wat we vandaag de dag doen. We zijn allemaal hele belangrijke wetenschappers. We hebben de feiten ontdekt en de feiten spreken voor zich. Die zijn meteen universeel en die zijn overal geldig. Nou, ik behoor net als Trudy tot een vakgebied dat wetenschapsonderzoek heet, wetenschapsantropologie of wetenschapssociologie. Dus juist omdat wetenschap heel belangrijk is in ons leven, als samenleving, maar ook voor ons dagelijks leven als burgers en individuen, stellen we ons niet alleen de vraag van hoe wetenschap zich verhoudt tot de samenleving, maar ook wat is wetenschap nou eigenlijk? En dat is een simpele vraag, maar waar ga je dat onderzoeken? Nou, traditioneel hebben we dat gedaan in theorieën en in boeken en methodes en om te kijken van wat is nou de betere manier van wetenschapsbedrijven. Nou, in ons vakgebied kijken we eigenlijk naar praktijken. Wij volgen wat wetenschappers doen en hoe ze tot de feiten komen. Welke rol allerlei machines, theorieën, statistieken die gebruikt worden, de omgeving waarin mensen wetenschap produceren, bepalend kunnen zijn voor wat voor hoe het wetenschapsbedrijf zich voltrekt en wat voor feiten we komen. Nou, een van de belangrijke figuren in ons veld is, ik denk dat die naam hier zal resoneren bij een aantal mensen, meneer Bruno Latour. De Franse wetenschapssocioloog. Hij heeft een gevleugelde zin ontdekt. Als je wil weten wat wetenschap is, follow the actors. Nou, wat Thomas en Teunis hier gedaan hebben in het prachtige boek, en het is al geroemd en ik zal er ook een paar dingen over zeggen. Zij brengen zeg maar, deze uitspraak nog een stapje verder. Als je wil weten wat wetenschap is, als je geïnteresseerd bent in biologie en de natuur, dan moet je dus de kanoeten volgen. Follow de kanoeten. En dat levert prachtige inzichten op. Ze nemen ons mee van de Waddenzee naar Mauritanië. Ze stellen allerlei vragen bij hoe het komt dat er steeds minder van die kanoeten zijn. Is dat nou genetisch bepaald? Is er een natuurlijke selectie aan het werk? Heeft het te maken met maaggrootte? Of is het toch weer genetica? Is het weer de DNA die het hem doet? En terwijl ze de kanoeten volgen, brengen ze ons eigenlijk, de kanoeten brengen je overal. In de geschiedenis van de biologie, van Darwin tot de eugenetici, Galton, Fishers en what have you. Van die geschiedenis naar de hedendaagse samenleving. De naam van Swaap en het brein is hier een paar keer gevallen. En langzaam maar zeker wordt het verhaal steeds complexer. En het is hier al gezegd, de kunst is niet het vinden van het juiste antwoord, het universele antwoord. De kunst is het verzinnen of het ontdekken van de betere vraag of het herformuleren van de vraag. Op zo'n manier dat je weer interessant onderzoek erop kan doen. En ze maken het verhaal eigenlijk steeds complexer. Het is natuurcultuur in meervoud, zal ik maar zeggen. En een van de, en hier is het ook al een beetje naar voren gekomen, een van de problemen die ze tackelen, is de neiging om inderdaad alles tot genetica te reduceren. Wij zijn niet meer dan een zak met genen, de kanoeten zijn niet meer dan een zak met genen, de plantjes die gegeten worden door de kanoeten of de schelpen moet ik zeggen, zijn niet meer dan een zak met genen, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk kun je ons alleen maar in vier letters A, C, G, T en C
schrijver. Nou, dat verhaal wordt gecompleteerd. En daar komt het ook bij, dicht bij mijn eigen onderzoek rondom genetica en dat forensische. Want in dat forensisch onderzoek, in het oplossen van criminaliteit, is DNA natuurlijk een soort van kampioen geweest de afgelopen 20 jaar of zo. DNA heeft wel degelijk ook bijgedragen aan het vergemakkelijken van het oplossen van misdrijven. Daar mogen we heel blij mee zijn. Maar omdat de genetica steeds meer vermag, steeds complexer, we hebben steeds meer data, merk je ook dat die promissory science, hè, van wij kunnen nog veel meer, en de beloftes worden steeds meer, dat aan de orde is. En dat is onderdeel van mijn huidig onderzoek. Dus die dominantie van de genetica, hoewel ik van de genetica hou, ik ben sociale wetenschapper, maar ik heb zelf ook in laboratoria gewerkt, juist omdat ik echt dat vak wilde verstaan van binnenuit. En ik ben een groot fan van de genetica, maar als we alles tot genetica reduceren, dan eindigen we met één verhaal over die werkelijkheid. En we weten niet eens of het het beste verhaal is dat te verzinnen is. En ik heb nog een minuut. Ja, oké. Okay. Ik had een plaatje gemaakt. Ja, daar is hij. Want in dat genetisch onderzoek, hè, in dat forensisch genetisch onderzoek, als je een verdachte hebt en je hebt een DNA-spoor, een spoor dat je vindt op plaats delict, dan kun je die met elkaar vergelijken en zeggen van nou, is dit hem wel of is het toch iemand anders geweest? Maar omdat we tegenwoordig veel verder zijn met de genetica, epigenetica, de samenwerking tussen genen en omgeving is aan de orde, wordt ook erkend, zie je dat er steeds meer wetenschappers ook willen bepalen of iets willen zeggen over het uiterlijk van een onbekende verdachte. We hebben alleen een DNA-spoor. Kunnen we iets zeggen over hoe de verdachte eruit ziet? Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een zaak. Dat speelde in Amerika. Vanuit het DNA is dit gezicht geproduceerd van een verdachte van een dubbele moord en een verkrachtingszaak. In jullie boek halen jullie ook genetisch onderzoek aan dat gaat over de huid, wat hier in Rotterdam is geproduceerd. Die zijn ook echt forerunners op dat gebied. Zijn collega's van me overigens, dus het zijn niet jullie die slechte wetenschap doen. Dus we zijn op zoek inderdaad om steeds meer te weten te komen over huidskleur, oogkleur, haarkleur. Maar tegelijkertijd zien we hoe complex het is. En hier zien we een geval van dat enorme reductionisme. Dus we weten van deze verdachte niks, behalve dat die wellicht bruine huid heeft, bruine ogen, bruine haar. En het belangrijkste is eigenlijk dat de geografische afstamming in het DNA wijst een klein beetje naar West-Afrika hier. En het interessante hieraan is, omdat we natuurlijk zoveel geloof hechten en zoveel waarde hechten aan het DNA, is dat we naar het plaatje kijken en zeggen van nou, het DNA heeft gesproken, zo ziet hij eruit. Maar we weten niets meer dan geografische afstamming, haar, oog en huidkleur. Hoe kan het dan? En dat betekent dat een van de belangrijkste elementen in dit onderzoek is die zogenaamde geografische afstamming. Dit is dus in Amerika, zijn zaak in Amerika. Dus waarschijnlijk een so-called African-American met in zijn DNA verwijst iets van een afkomst in West-Afrika. Dus vanuit de kennis over dat DNA verwijst naar West-Afrika, gaan we allerlei stereotyperingen op het gezicht projecteren. We denken dat we weten wat voor kapsel die heeft. We denken dat we weten wat voor breedte van de neus die heeft. We denken dat we weten wat voor hoe dik de lippen zijn. En je ziet dus eigenlijk dat het idee van iemand komt waarschijnlijk uit West-Afrika, dan zal die er waarschijnlijk zo uitzien. Een prototype, stereotype, soort van zwart-Amerikaanse man. Ik kan heel veel over dit plaatje zeggen, daar heb ik nu de tijd niet voor, dus ik ga het gewoon hierbij laten. Dat is dus de trap van de genetisch determinisme en een de grote belofte die op basis van DNA worden gemaakt en ons vertrouwen in het genetisch onderzoek. Genetica is mooi, maar het is slechts één deel van het verhaal. Dankjewel. Hinke Piersma, zus van Teunis Piersma. Dat is toch weer extra leuk op zo'n dag. Je bent historica, je bent verbonden aan het NIOT. Dat is een kennis- en informatiecentrum over de oorlog, holocaust en genocide. Ongeveer, ja. Welkom. Een applaus. Goed, de laatste pitch. Toen mijn broer
Teunis vertelde dat hij bezig was aan een boek over wat we eigenlijk allemaal niet weten, werd ik zo enthousiast dat ik me spontaan opdrong om op de presentatie wat te zeggen. En hier zit ik dan, en ik voel me vereerd. Tot mijn verrassing begon de ontsnapping van de natuur met een gedicht van Ida Gerhard, mij als historicus van de Tweede Wereldoorlog niet onbekend, omdat ze verzetspoëzie schreef. Over het bombardement op Rotterdam, dat Nederland in mei 1940 op de knieën dwong, schreef ze ook. De geur van as en van seringen komt in de warme nacht van mei, beklemmend door het venster dringen, krimpt terug en golft opnieuw nabij. In het donker staat achter de ogen het beeld, de seringen in een tuin. Naast dode vensters wreed verbogen, bintend van staal en walmend puin. In Gerhards werk over de bezettingstijd gaat het met enige regelmacht over onmacht. En met een beetje goede wil is daarmee wel een brug te slaan naar het thema dat zo nadrukkelijk aan de orde komt in het boek van Oudman en Piersma. Namelijk het stuiten op de grenzen van wat we wel en wat we niet weten. Dat geldt niet alleen voor biologen, maar ook voor historici. Momenteel ben ik bezig met een onderzoek over politiemensen die zich hebben verzet tegen het Duitse bezettingsregime. Om allerlei redenen weten we hier weinig van af. Zo hebben politiemensen zich bepaald niet de geschiedenis ingeschreven. En de meesten hebben er na de bevrijding van in 1945 het zwijgen toegedaan. Er is dus een groot gebied waar ik het fijne niet van weet. Maar niet weten, zo blijkt ook uit de ontsnapping van de natuur, ligt niet echt lekker. In de openbare meningsvormen is behoefte aan heldere antwoorden, dat is al vaker gezegd. En als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, denken we nog steeds graag in goed en fout. Wat de politie betreft, luidt het oordeel nog altijd onherroepelijk fout. Dat veel kwesties wat ingewikkelder in elkaar zitten en dat het past om wat bescheidener te zijn in de oordeelsvorming op tal van onderwerpen, is een moeilijke boodschap. En daarom is het boek van Oudman en Piersma een dapper boek. Het is bepaald niet gebruikelijk in de wetenschap om de kwetsbaarheid in onze kennis centraal te stellen. In mijn eigen vakgebied heeft men daarom de digital humanities omarmd. Want als we stuiten op alles wat we niet weten, dan moeten we blijkbaar gaan tellen. Het lijkt op de ontwikkeling die Oudman en Piersma signaleren en wanneer ze op pagina 193 schrijven over een technologische blikvernauwing. Veldwerk. Of het nu in de natuur of in het archief plaatsvindt, is vragen stellen en je laten verrassen. En daarom is de ontsnapping van de natuur zo'n goed boek. Oudman en Piersma zijn erin geslaagd om het mysterie terug te zetten op de wetenschappelijke agenda. En ook de niet-ingewijde lezer hier op een toegankelijke geschreven wijze deelgenoot van te maken. Ze zijn in staat gebleken om uitroeptekens te veranderen in vraagtekens die uitnodigen en inspireren. Dank u wel. Ja. Dank je wel. Blijf maar zitten. Thomas, kom erbij. Amade. Ja, water is een goed plan. Het laatste programma-blokje. We gaan hier een beetje inzoomen. We gaan het hebben over de rol van genetica. Over de dominantie van dat denken vanuit genetica. En waar ons dat brengt in onze samenleving, als het gaat over racisme, maar zelfs ook over genocides. Thomas, kun je nog even kort benadrukken wat je in je boek schrijft over van hoe dominant genetica is binnen de biologie? Ja, dat kan ik. Zijn alle biologen zijn het erover eens dat de ontdekking van het DNA en de werking van het DNA de belangrijkste biologische ontdekking was in de vorige eeuw. Daarvoor hadden we al genetische modellen, waren genen eigenlijk al uitgevonden. Dus die bestonden al als concept. En die waren samengevoegd met hoe Darwin nadacht over evolutie, die dat zeker nog niet had gedaan. En toen zijn ze tot een model gekomen en dat noemen we het centrale dogma.
dat informatie opgeslagen ligt in het DNA en dat die informatie naar eiwitten gaat en uiteindelijk ons leven, de loop van onze eigen ontwikkeling bepalen. Maar dat die informatie niet terug kan gaan naar het DNA. Nou is, en dat weet ook elke bioloog sinds de jaren 80 al, en maar zeker in de afgelopen 20 en de afgelopen 10 jaar, heel veel nieuwe kennis gekomen over andere manieren van waarop eigenschappen kunnen overerven. En toch is het zo dat we nog steeds datzelfde frame, datzelfde raamwerk eigenlijk vasthouden bij de vragen waar we over nadenken. En dat laat zich bijvoorbeeld zien doordat we vaak woorden gebruiken, ook in de wetenschap, maar zeker ook in de wat daar daarna gebeurt. Dus hoe wetenschappers dat aan de media vertellen en hoe de media dat weer aan andere mensen vertelt, is dat we zeggen, genen bepalen dit of dat. Er is een gen voor deze eigenschap. En wetenschappers doen dat zelf ook. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, ik was op de Nederlandse Dagen voor de Gedragsbiologie. En daar vertelde een onderzoekster uit Wageningen dat de darmbacteriën van kippen genetisch bepaald zijn. Omdat de moeder dezelfde darmbacteriën heeft als haar nakomelingen. Nou, dat is wel logisch, maar als je daarover gaat nadenken, dan kan dat helemaal niet. Want die bacteriën die in de darmen zitten, die hebben hun eigen DNA. Die hebben niet de DNA van de kip. Dus er is met geen mogelijkheid kan het DNA van de kip iets zeggen over die bacteriën. Is het dan gewoon slordig nadenken? Is het, Ja, dat laat dus zien dat biologen over het algemeen heel vaak de woorden genetisch en erfelijk met elkaar verwarren. En dat weet ook elke bioloog wel, maar als je daar niet specifiek over nadenkt, dan vergeten we het toch weer even. En dat laat zien dat wij dus, als we nadenken over onze vragen, de vragen die we stellen, de methodes die we gebruiken, hoe we onze resultaten interpreteren, in een bepaald denkwerk zitten. Dus wij proberen helemaal niet te betogen dat biologen niet weten dat het leven meer is dan genen. Maar we willen toch benadrukken dat hoe wij met elkaar praten over biologie toch heel erg de rol van genen benadrukt ten koste van andere processen. Dus het is eenzijdig, dominant, het drukt andere verklaringen en vragen weg. En wat voor denkramen drukt het dan weg? Dus over welke vragen of via welke benaderingen denken we dan niet na? Nou, dat zijn dingen zoals epigenetica, maar waar nu natuurlijk heel veel aandacht voor is. Dus dat zijn eigenlijk alle processen in de cel die naast DNA ook nog mee bepalen wat er met het DNA gebeurt. En epigenetica wordt ook vaak gebruikt voor wat allerlei processen in de cel nog doen aan de overerving, naast de DNA zelf. Maar een ander voorbeeld is, dat zijn sociale processen. En daar komen we ook steeds meer achter. En daar gebeurt onder ecologen gelukkig ook heel veel onderzoek naar. Dus hoe sociale processen de ontwikkeling van het individu bepalen. En dat niet alleen, ook wat de nakomelingen van het individu weer zal doen en ook wat die weer zal doorgeven aan zijn nakomelingen. Een heel voor de hand liggend voorbeeld is hoe ganzen migreren. Als je een enkele gans heeft, dan zal zijn DNA hem niks vertellen over waar die heen moet. Dan moet hij leren van zijn ouders door daarmee mee te vliegen. En op die manier geeft hij dat over. En dat gebeurt in schildpadden zo en dat gebeurt in walvissen zo. En dat weet iedereen eigenlijk al wel heel lang. Maar toch hebben wij daar nooit in termen nagedacht van erfelijkheid, dat een onderdeel is van erfelijkheid. Oké, dus eigenlijk pleit je voor een soort van verruiming in ons denken. Maar waarom zou het ook gevaarlijk kunnen zijn? En daarom kom ik eigenlijk bij jullie terecht. Waarom is het gevaarlijk om zo dominant vanuit genetica te denken? Dat kwam een klein beetje aan de orde voor in het eerste blok. Kijk, het is niet zo dat het probleem dat onderzocht moet worden zich zomaar aandient. Een probleem moet gedefinieerd worden als zodanig. Dus je zou kunnen zeggen van nou, hangjonger is een probleem. Is dat een probleem van een slechte buurt? Of is het een probleem van foute genen? Of is het een probleem van kleine criminaliteit? Dus hoe je dat probleem definieert, bepaalt ook hoe je het gaat onderzoeken. En als we in toenemende mate problematische verhoudingen in de samenleving, of dat nou ziekte is, of agressief gedrag, of leerproblemen,
biologisch slash genetisch definiëren, want dat is natuurlijk het volgende wat om de hoek komt, want dat is het eerste wat veel geld op veel geld kan rekenen, is natuurlijk de genetica. Want dat is, zit in de lift, het belooft heel veel, het genereert data, dus het lijkt heel veel kennis op te leveren. Als we al onze problemen biologisch definiëren en vervolgens genetisch definiëren, dan krijgen we een heel vernauwd beeld over wat aan de hand is. En de vraag is of dat we ook een oplossing voor het probleem, hoe dan ook gedefinieerd, uiteindelijk zullen krijgen. Komt er een pilletje? Dat komen we bij Trudy's vakgebied, zou ik maar zeggen, terecht. Terwijl het misschien veel handiger is om het te definiëren als een sociaal probleem van eenzaamheid of niet voldoende speelmogelijkheden in de buurt of niet voldoende banen of what have you. En dan heb je hele andere interventies tot je mogelijkheden. En nog even om een brugje te maken naar dat beeld wat je liet zien. Heeft het dan ook dan een relatie met etnisch profileren? Of dat we dus een soort van eenzijdig beeld gaan projecteren op wie of wat het probleem is? Nou ja, dat beeld wat ik hier liet zien is natuurlijk, we kijken naar een plaatje. Het lijkt net alsof we naar een pasfoto zitten te kijken van de onbekende verdachte. Dus we denken, we kijken naar een individu. En ondertussen is wat dat probleem, wat het plaatje eigenlijk doet, is inderdaad een etnische groep aanwijzen als mogelijke verdachte. Dus je hebt onmiddellijk een vraagstuk van etnisch profileren. Waar gaat de politie volgens zoeken? Welke delen van de bevolking worden gedwongen om DNA af te staan? Op welke manier wordt er in de media overslagen? En nou, dan komt een hele cascade aan problematiek op ons af. Ik zeg niet dat je dat nu niet moet doen. Op deze manier, dat is fout. Ik bedoel, dit bedrijf is echt problematisch. Maar je kunt die technologie best gebruiken. Maar er hangt er veel meer aan vast aan wat je als voorzorgsmaatregelen moet nemen om het probleem van racisme te ondervangen. Je kan het niet altijd voorkomen, maar je kunt het wel ondervangen en je kunt er sneller op ageren als samenleving en als actoren in het veld. Hinke, jij noemde net ook al de kwetsbaarheid van kennis. Kun je een bruggetje maken tussen wat er net is gezegd en die kwetsbaarheid? Wanneer is kennis kwetsbaar? Of zijn we... Nou, ik weet niet of ik dat bruggetje kan maken, maar ik wil wel een beetje aansluiten bij wat jullie ook zeggen. Genetica, ik bestudeer de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En we weten allemaal wat aan de grondslag lag. Dat gaat ook vaak over in- en uitsluiting. En natuurlijk de groep bij uitstek die werd uitgesloten voor de... vanaf 1939 door Hitler, een aanhanger van de rassentheorie, waren de Joden. En met alle gevolgen van dien. En ik heb jouw werk bijvoorbeeld gelezen, van dat je ook zegt eigenlijk is er na de Tweede Wereldoorlog ook een taboe gekomen op het rassendenken. En daar wil je eigenlijk volgens mij weer een beetje van af. Dus dat we dat ook weer gewoon kunnen noemen. Maar goed, ik heb dus eigenlijk heel erg veel te maken met het denken in mijn dagelijks werk over de gevolgen van het gevaar van eugenetica. Dus dat is, ik denk dat dat ook de enige bijdrage die je kan leveren als het gaat om kennis over genetica en genetisch onderzoek. Want daar weet ik natuurlijk verder niet zoveel van af. Het is wel grappig dat ik helemaal niks doe met genetisch onderzoek. Dus dat ik wel heb geprobeerd om de kloof te dichten vanavond, maar dat ik die nu ook weer heel erg zie opengaan. Wat zie je opengaan? Nou, misschien kan ik een concreet voorbeeld geven. Want we hebben natuurlijk allemaal het idee dat eugenetica heel ver achter ons ligt. Misschien toch even uitleggen wat eugenetica is. Eugenetica is het idee dat je door middel van genetica het menselijk ras, de samenleving kan verbeteren. En dat idee gebeurde... is er lang geweest. Sorry? En dat idee is er... Dat is er heel lang geweest, ja. Dus daar vertelde daar hadden we het nog over tijdens het eten. dat is een leuk gesprek voor tijdens het eten. In Amerika en ook in Engeland en in heel veel verschillende landen was er gewoon actief beleid op dat goed werkende familiebedrijven, boerenbedrijven, extra werden aangemoedigd om veel kinderen te krijgen. Met het expliciete doel, zodat zij dan meer vertegenwoordigd zouden zijn in de volgende populatie. Dus dat is nog een enigszins onschuldig idee. Er waren ook op allerlei plekken werden de mensen gesteriliseerd.
Mag ik hier aan toevoegen dat in de Tweede Wereldoorlog gemengd gehuwden, dat de vrouwen daarvan, dus een Joodse vrouw die getrouwd was met een niet-Joodse man, die werd gedwongen, die kon kiezen of deportatie of sterilisatie. Hetzelfde, precies hetzelfde mechanisme wat jij beschrijft. Ja. Ja. Nou precies, dus dat is eugenetica. En wat we nu dus... sorry. Ja, ik ben zo heel... Ja, sorry. Ja. Waar dit linkt aan wat Amade denk ik net vertelt, is bijvoorbeeld dat we, ik weet niet of jullie de discussie een klein beetje gevolgd hebben rond IQ en ras, dus er was hier in de Amsterdamse politiek iemand die zei van ja, sorry, maar er is gewoon onderzoek wat aantoont dat zwarte mensen dommer zijn dan blanke mensen en IQ is gewoon voor 30% genetisch bepaald. En in simpele zin heeft hij ook gelijk. Er is onderzoek dat aantoont dat variatie in IQ voor 30% verklaard kan worden door genetische variatie. Maar wat mensen begrijpen als je zegt voor 30% genetisch bepaald, is dat wat je ook doet met de omgeving, 30% van dat verschil zal altijd blijven. En dan is het dus logisch dat er altijd een verschil zal blijven in intelligentie tussen zwarte en blanke mensen. Wat eigenlijk elke bioloog wel weet, is dat dat percentage gewoon kan veranderen als gevolg van veranderingen in de omgeving. Want dat percentage is dus niet een percentage van intelligentie. Niemand weet hoe genen uiteindelijk leiden tot intelligentie. Dat percentage, dat kennen we omdat we de genen hebben gemeten van mensen en hun intelligentie en die correlatie die bestaat. Maar wat we niet weten is wat de invloed van scholing daarop is. En het kan best zijn dat als je... de omgeving verandert en in de logische omgevingsverandering zou dus zijn gelijke scholing geven aan iedereen, dat zelfs die 30% gewoon verdwijnt. En we zien ook dat intelligentie gemeten op basis van IQ, dat die eigenlijk steeds aan het stijgen is. Dus dat geeft het eigenlijk aan. Het is niet zo dat we nou betere menssoort zijn geworden. We moeten eigenlijk naar een afronding gaan. Ik voel dat we eigenlijk net zo lekker op gang zijn gekomen. Ik vraag me af, is het zeg maar dat we, is dat biologie ook eigenlijk zo ingewikkeld is dat we dat ook echt heel snel kunnen misinterpreteren en versimplificeren en daarmee aan de haal gaan? Is dat ook een van de problemen? Omdat het zo ingewikkeld is? Ja. Het is extreem ingewikkeld, het is natuurlijk ook een jonge wetenschap, maar ik denk eigenlijk dat in alle wetenschappen hetzelfde probleem een rol kan spelen. Ja, maar mensen vergeten wel eens dat biologie is, als we het over ons eigen leven nadenken en hoe wij onze eigen eigenschappen ontwikkelen, is de biologie de belangrijkste wetenschap uiteindelijk. Oeh. Ja, ik besef nu dat dit een hele gevaarlijke uitspraak is. Maar laat me even specificeren. Dus veel biologen zeggen dat wij slechts informatie geven en dat wij met ons onderzoek geen waardeoordeel geven over de maatschappij. En veel mensen, als je bijvoorbeeld aankomt met ja, de mens is eigenlijk egoïstisch, dan komen die aan met verhalen over DNA. En veel biologen vinden dat belachelijk. Die denken, ja, wij zeggen maar niet wat waarde heeft en we moeten hoe wij de maatschappij inrichten, dat moeten we echt niet verwarren met onze biologische kennis en die heeft er helemaal niks mee te maken. Maar dat klopt niet, want hoe mensen nadenken over hun leven, wat kunnen ze anders dan de kennis gebruiken die ze hebben over hoe dat leven tot stand komt? En dat is biologie. Dus het is altijd zo dat de conclusies die biologen vertellen dat het leven zich ontwikkelt, dat is waarop mensen hun ideeën gaan baseren over wat er belangrijk is, of niet wat er belangrijk is in het leven, maar wel hoe ze dat kunnen bereiken. Dankjewel. We hebben nog ruimte voor 2 vragen uit het publiek. Nee, je bent allemaal heel hard. Ja, daarachter. Er komt een microfoon aan. Ik was benieuwd, die figuur die Amanda liet zien over de... Dat portret met die pasfoto erin. Wat zou het geval zijn als het tekening als bovendeel helemaal zou zijn verdwenen? Zou het dan geen enkel probleem meer zijn? Het bovendeel, waar de echte portretachtigingen in zou te zien waren.
En alleen die percentages en de herkomstlanden die genetisch bepaald zijn, zou dat dan geen probleem zijn? Ja, nee. Het is in ieder geval accurater, zal ik maar zeggen. Hè? Van dat geeft aan wat er uit genetisch onderzoek gehaald kan worden. Tegelijkertijd hangt er vanaf. Kijk, als je dat dan bom op televisie gooit, dan dat heeft geen nieuwswaarde. Dus je moet dan zeggen van, nou, waarschijnlijk is het toch een zwart Amerikaan. Ja, dus je moet het invullen. Je moet het concreter maken. Anders heeft het geen zin om het op televisie naar voren te brengen. Nou, en daar begint het. Dus dan moet je gaan nadenken op welke manier willen we dat doen. En kunnen we daar met zekerheid over spreken. En in Nederland is dat ook gebeurd. Hè. We hebben dat onderzoek ook gebruikt. En toen wees het niet naar West-Afrika, maar naar West-Europa. Waarschijnlijk de volgende dag was het een witte Nederlander. Stond er in de krant. Nou, zo'n conclusie kon je daar dus helemaal niet trekken. Want misschien was dat een West-Europees DNA. Het was het Y-chromosoom, dus het mannelijk seksochromosoom. Maar we weten dat heel veel zwarte mannen het West-Europese seksochromosoom hebben. Dus dan kun je die conclusie helemaal niet maken. Dus hoe je dan vervolgens gaat concluderen en ook wat je ermee gaat doen. Welke rol? Want die technologie wordt heel vaak gebruikt in Nederland, maar wordt discreet gebruikt alleen binnen het opsporingsapparaat. Wordt dus niet publiek gemaakt in de media, maar het wordt gebruikt als een lead om verder vragen te stellen. Dus vandaar dat ik zeg, van, nou, het is best een bruikbare technologie en je moet het ook doen, want we zouden onze politie ook niet serieus nemen als het beschikbaar is. Het is wettelijk beklonken en ze gebruiken het nog steeds niet. Maar tegelijkertijd, onder welke omstandigheden willen we dat doen? Ja, nog één vraag daar. De microfoon komt eraan. Dag, ik ben Arita Baaiens. Ik ben bioloog, maar ook ontdekkingsreiziger geworden. En ben in heel veel andere culturen. En heb daar gemerkt. Dus mijn vraag aan jullie is, als je uitgaat even niet van de vraagtekens, maar van de uitroeptekens. Wat voor soorten kennis onderscheid je binnen de biologie? Daar liep ik heel erg tegenaan in niet-westerse culturen. Dat kennis daar niet per se meetbaar is, maar ook in verhalen verweven zit. Mensen moeten leven van jagen en zo. Dus ze weten het gedrag van dieren heel goed te beschrijven. En vaak zit in rituelen, in liederen, hè, omdat het orale culturen zijn, zit kennis daar, is niet te meten, maar is ontzettend exact. Hebben jullie in je boek daar ook aandacht aan besteed? Dat je ook kennis hebt wat niet meetbaar is, maar wel waar is? Ik hoop dat dat er wel en ook impliciet heel erg in zit. Maar we beginnen ons boek best wel expliciet daarmee. Namelijk door te laten zien bijvoorbeeld dat het allereerste onderzoek wat wij in de Bangdagen deden. Toen was ik nog niet eens geboren. Teunis zat, ging toen naar de Bangdagen. Dat is ja, in wij, Mauritanië, bedoel, toch? Biologen. Ja, dat was in Mauritanië. En die stapte in een boot bij een visserman die hij had betaald om hen door de Bangdagen te leiden. Naar de punten waar zij wouden, zodat zij de vogels konden tellen. En die man die zei, ja, ik zal jullie wel laten zien waar hier alle vogels zitten. En die had ontzettend veel kennis nodig om te komen waar hij kwam. Dat bleek later pas dat hij de enige schipper in de hele Bangdagen was die wist hoe hij daar moest komen. En dus ook de enige was die wist dat die vogels daar zaten. Dus op deze hele simpele manier is eigenlijk voor ons hele verhaal en waar het boek op gebaseerd is, die man van essentieel belang geweest met de kennis die hij van dat gebied had. Ja, en ook natuurlijk als we het hebben over wat belangrijk is voor overerving, DNA en andere aspecten, dan is dit natuurlijk precies een van die aspecten. Dus dat kennis overgegeven wordt en dat het soms helemaal niet duidelijk is wat kennis is en waarop je eigen handelen nou eigenlijk baseert. Ook als je dat niet kan uitleggen, kun je nog hele slimme keuzes maken. En die hoeven niet uit je DNA te komen, die krijg je ook van buitenaf. En dus dat is de impliciete manier waarop ik hoop dat het ook heel erg in het boek zit. Ja. Dankjewel, ook voor de mooie vraag. We gaan naar de afsluiting van deze avond. En dat doen we eigenlijk middels het feestelijke stukje. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Hink en Amade. Applaus. Ja. Ik wil graag naar voren, dat is de uitgever. Dat is Frits van der Meij. Ja. En die zal dan nu nog een heel kort woord richten tot de auteurs. En dan tot de echte overhandiging overgaan. Het is een
een raar vak, uitgever. Ik ging ooit naar Teunis met het idee van ik wil een simpel boekje waarin snel wordt uitgelegd met veel mooie plaatjes hoe dat nou eigenlijk zit met die trekvogels. En ik wil geen vragen daarover, ik wil alleen maar antwoorden. En je ziet wat er van gekomen is. Dus denk ook een beetje de invloed van Thomas. Het heeft een boek opgeleverd dat ongelooflijk veel rijker is dan wat ik ooit in mijn gedachten had kunnen bedenken. En of het ook een boek is, want daar moet ik natuurlijk ook aan denken, dat ik net zo goed zal kunnen verkopen als dat trekvogelboek, dat moeten we dan nog maar weer afwachten. Anders kan er altijd nog een volgend boek komen waarin wel zulke simpele dingen worden behandeld. We hebben het al eerder gehad. Het begon met Ida Gerhard. Jij ging door met Ida Gerhard. Als u het prachtige gedicht Het Zeepaardje van Ida Gerhard wil lezen, dan kunt u het boek kopen en dan kunt u dat meteen lezen. U kunt ook de verzamelde gedichten van Ida Gerhard, ook zeer aan te bevelen, kunt u ook kopen. Ook toevallig bij Atheneum uitgegeven. Ik wil toch ook een gedicht voorlezen van Ida Gerhard, waarin wordt verteld hoe jullie te werk zijn gegaan. En waarom ik zo ongelooflijk veel waardering heb voor wat jullie gedaan hebben. Het heet De Vogel. Kwam een vogel gevlogen. In de pracht van zijn vlucht, waar zijn wieken bewogen, lag er kleur in de lucht. Kwam een vogel gevlogen en mijn hart boog zich neer. Wat mij zo heeft bewogen, laat het stem krijgen, Heer. Kwam een vogel gevlogen over water en wei, in het licht van mijn ogen, streek hij neder bij mij. Kijk, die vogels die bij haar neerstrijken, zijn ook de vogels die bij jullie neerstrijken. En dan ook, natuurlijk vertelde je van wat gebeurt er allemaal met die vogeltjes, hoe worden ze behandeld door jullie. Maar ik denk dat een kanoet beter af is door jullie onderzocht te worden dan door heel veel anderen. Ik kan dit niet hard maken, dat is waar. Maar toch, wat ik heb gemerkt aan gedrevenheid bij jullie, jullie liefde voor het vak dat jullie bedrijven, en dan die liefde, die zorgt ervoor dat jullie het boek willen schrijven dat jullie schrijven. Want jullie vinden dat de biologie beter moet. En dat haast zendelingengedrag dat jullie hebben, dat schrijven jullie op een heel onderkoelde manier schrijven jullie dat op. En die combinatie, die twee dingen bij elkaar, dat ontmoet je niet zo vaak. Er zijn heel veel wetenschappers die over dingen veel weten. Er zijn er zelfs ook die af en toe daar vragen bij stellen. Maar de meesten weten dan niet vervolgens hoe ze dat op moeten schrijven om ervoor te zorgen dat wij allemaal dat leuk graag willen lezen, dat leuk vinden om te lezen en daar ook iets van meenemen. Ik vond het een feest om met jullie te werken. Ik ben blij dat het boek geworden is wat het geworden is en ik hoop dat we ooit nog eens een keer verder samen zullen werken. Dank jullie wel. Dit zijn niet de eerste exemplaren, maar jullie krijgen er toch allebei één. Alsjeblieft. Er horen nu foto's gemaakt te worden, maar dat gebeurt niet. Alsjeblieft. En het laatste woord van jullie. Nou, dankjewel Frits, namens ons beiden. Voor we zelf nog een exemplaar gaan uitdelen, dat gaat Thomas doen, willen we heel graag nog even het filmpje terug van de zeepaardjes, wat we aan het begin hebben gezien. En dat filmpje was ook weer een van die fantastische toevalstreffers. En dat filmpje is gemaakt door onze collega, professor André de Roos, hier ook in de zaal. Die bij ons thuis kwam eten, generatiegenoot van Peter en mij. En ook een leraar van jou. En uiteraard praten we dan over onze discipelen. En uiteraard gaat het dan over Thomas en uiteraard ging het over het boek. En toen ging het ook ineens over het omslag. En dat er een zeepaardje op stond. En toen zei André, goh, ik ben net in Monterey Bay geweest en ik heb dan een prachtige film gemaakt van zeepaardjes. En ik heb gewoon die film gemaakt en ik wist niet wat ik zag. En eigenlijk is dat ook een beetje de clue. Je weet eigenlijk misschien in het begin niet wat je hier ziet. Maar wat je ziet, en daar gaan we nu nog even naar kijken. Is de overdracht, de bals.
En dit moet het mannetje zijn. Ik was verbaasd dat het mannetje zo groot was. En dat is het vrouwtje. Wil jij er wat over zeggen, Thomas? Ja, je kunt het heel goed. Ja. Wat je hier ziet trouwens, die verticale groene streepjes, dat zijn pijpvissen, toch? En die, dat zijn verwanten trouwens van zeepaardjes. Dat is ook van allemaal leuke dingen. Zijn er mee aan de hand? Weet ik niet, maar... Kijk, en hier hebben we een soort bals. En dat vrouwtje, dat is het kleine exemplaar. En dan gaat het mannetje, die gaat het vrouwtje uitnodigen om haar eieren in zijn baarmoeder te deponeren. Dat is het mannetje, dat zie je. Die heeft iets te bieden. En nu deponeert het vrouwtje, denk ik, haar eier in zijn baarmoeder. Je ziet, die heeft er een... En nu is de man is een draagmoeder geworden. Hij bevrucht ze nog in zijn eigen. Ja, dus de bevruchting vindt ook nu misschien... als je nu kijkt, zie je niet, maar het gebeurt waarschijnlijk wel dat de eieren nu pas bevrucht worden. Dus en dat is uniek in de hele dierenwereld. Dat dus het vrouwtje iets geeft aan het mannetje en dan pas de bevruchting plaatsvindt. En je kunt dan natuurlijk afvragen wie is eigenlijk het mannetje en wie is het vrouwtje. En we doen dat heel makkelijk door, genetisch zou dat heel makkelijk zijn, maar... je kunt natuurlijk vele definities gebruiken en die zijn voor allerlei verschillende vragen ook de beste definitie. We gaan hier een punt zetten. Jullie beschrijven in je boek heel mooi wat dit allemaal voor vragen oproept over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het vrouwtje komt nog elke dag even kijken tijdens de gedurende hele zwangerschap hoe het gaat. In de ochtend volgens mij schrijven jullie zelf specifiek. Dat ik ook heel. Nou, dus elke ochtend komt het vrouwtje even kijken hoe het gaat. Dat vond ik leuk. Ja, ja. Ten slotte, jij gaat nog één boek overhandigen. Nog even, André. Bedankt. Applaus voor jou. Het leuke is, André is theoretisch bioloog. En die man die kan ontzettend goed rekenen. En die kan trouwens ook ontzettend goed nadenken. Maar dat je ook een naturalistische filmer was, André, dat was een nieuwe. Element in de, maar goed, in jouw, die ik aan jou ontdekt. En nou is het woord aan jou. Ja, wij wouden nog één boek aanbieden en dat is aan Hassan. Misschien kun je even naar voren komen. Ja. Hassan is hier helaas de enige Mauritaniër in de zaal, maar we wouden dit doen omdat we toch nog één keer willen laten zien hoe belangrijk voor ons ook Mauritanië zelf is geweest. En hoe de mensen en het leven wat we daar hebben gehad, hoe belangrijk dat is geweest voor het onderzoek dat we doen. En één aspect daarvan is ook hoe duidelijk het is dat verschillende mensen verschillende denkramen hebben. En dat laat zich heel mooi zien aan de manier waarop Mauritaniërs dankjewel gebruiken. Dat zeggen ze namelijk eigenlijk niet. En dat komt niet omdat ze niet dankbaar zijn, maar ze hebben daar een heel ander idee over. Dus als je een sigaret krijgt van de Mauritaniër, of meer waarschijnlijk een kopje thee, en je zegt, en het is een vriend, en je zegt tegen hem dankjewel, dan denkt hij, maar vind je het dan niet vanzelfsprekend dat ik dit aan jou geef? En dat is dus een andere manier, dat hoef ik niet verder uit te leggen, denk ik. Dus je hoeft ook geen dankjewel te zeggen nu. Yes. Thank you very much. I have the honor. It's more pressure to learn Dutch, so
I wish I could read it one day. Thank you very much. Wonderful work. Goed. We gaan de avond afronden. U bent heel erg welkom om daar het boek te kopen. Uiteraard kunt u het laten signeren. U krijgt ook nog van de uitgeverij een consumptie bij de uitgang om nog een drankje met ons te komen nuttigen. Heel hartelijk dank. Een goede avond. Gefeliciteerd. Dankjewel.